Het is vandaag zondag en vandaag is de grote dag. Vandaag mogen wij voor het eerst met onze supermooie paardenauto op pad. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga samen met Robin en Maizara gaan we naar Utrecht toe om daar te lessen bij Jordi Wilke. Kom maar, vriendin. Ach, je bent zo knuffel, ben je. Ze is er klaar voor. Dan zijn we geen vrienden meer. Hey, dat je de volgende keer mag lopen. Ja, dan gaan we geen troep maken. Hoe lang ga je dat nog zeggen, Daan? 2 weken. Blondie en Maizara staan erin. Ik heb de deuren 6 maal gecontroleerd. Dus we kunnen nu gaan. Hier is het grote veld en het wagentje is er en de paarden waren echt super lief en het rijdt echt heerlijk, het wagentje. Maar Sarah is opgezadeld, Robin heeft haar nu vast. Ik ga de kleppen voor ze open doen, Blondie staat eerst in de trailer. Dus Blondie gaat er even af, dan mijn Sarah eraf en dan kan Blondie er weer in. Nou, Robin zit erop. We gaan nog even analyseren en een rondje stappen, zodat we even een beetje het terrein kunnen verkennen. Mijn goede. Dat is een boom. Oh my goodness, dat is een boomstam die blaft. Goed zo. Probeer niet te kort te draaien, want dan vindt ze het iets moeilijk. Niet korter? Niet korter draaien, nee. Omdat ze nog zo afgeleid is, vindt ze dat nog wat moeilijk om dat van achter dan bij te benen. Ja, door, dat geeft niks. Naar voren oplossen. Goed. Goed, tikje. Ja, die koe is al spannend zat. Je zoekt het daar ook wel echt op. Veeteugels, handzacht. Daar moet jij, wat jij doet, Robin, jij zet je hand hier vast. Ja. Rustig, bocht om en nu been. Hand iets naar voren. Juist. En dan een keer uit een galopje. Twee teugels en hand mee. Super. Belonen doe je 1 keer rechtsop. En rijd door. Hand mee. Super. Recht, hè? Zitten, recht. Ja, ik zag het al aankomen. Jij niet? Kijk over de hindernis heen. Maak hem recht. Zitten. En rijd door. Zitten. Goed. Heel goed. Belonen. En weer door. Super. Goed. Belonen. Kijken. En rijd door. Blijven zelf mooi achter zitten. Op het midden sturen. Rustig blijven. Hou been. Zitten. Heel goed. Kijken. Mooi recht maken. Blijf aan het been. Iets naar rechts sturen. Ja. Belonen. Even rustig laten kijken. Kijk eroverheen. Kijk waar je heen wil. Rijd door. Hij kan eruit stappen overheen. Rijd door. Super. Belonen. Goed. Hou hem recht. Hou druk op je beugel. Mooi. Super. Ja. Ga maar. Ja. Achteruit de wild af gaat wel, maar vooruit niet. Het is makkelijker zo.
kijken. Braaf meisje. Goed zo, braaf. Ja, goed zo. Zitten. Kom maar. Goed zo. Goed zo. Goed gedaan, hoor. Lengte in de hals. Super. Heel goed. Kijken, lengte in de hals. Iets been. Kom maar, meisje. Iets been, kom maar. Goed zo, ja, ja. Oh. Ja, lengte in de hals. Lengte in de hals. Goed, goed zo. Goed zo. Keurig. Kijken. Rij door. Zitten. Goed, belonen. Ja, ik vond het super leerzaam. Het was voor mij, Sarah, en voor mij een nieuwe ervaring. Dus ja. Ja, zij pakt het snel op en ik pakte het volgens mij ook snel op. Ja, zeker. Nou, dus, en ik als grote zus, dat zie je natuurlijk wel, ben hartstikke trots op Robin. Want ik zit me net te bedenken dat Robin ook nog nooit eigenlijk crosshindernissen gereden heeft. Dus dit was voor Robin ook echt de allereerste keer, voor mij, Sarah, ook. En ze hebben echt alles hartstikke goed gedaan. Je hebt de wal heb je gedaan, boomstammen. Je hebt zo'n grote rioleringbuis gedaan. Ja. De sloot ging ook. Dus nee, ik ben echt super trots. Zeker. Ik ook. We zijn weer thuis. Ik heb het wagentje schoongemaakt. Robin heeft mijn Sarah op stal gezet. Ja, dan hebben we alles weer gedaan. Het wagentje was top vandaag. Die was vandaag voor het eerst mee. Dat reed als een huis, de paarden stonden hartstikke lief erin. En ze liepen eigenlijk gelukkig allebei zo erin. Ze hebben allebei wel een keer eerder in een wagentje gestaan, maar eigenlijk maar één keer. Dus ik was heel blij dat ze vandaag gewoon weer erin liepen. Ik ben heel trots op Robin, die heeft hartstikke zijn best gedaan. Dan wil ik ook jullie weer bedanken voor het kijken voor deze week. En vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer.